Maar als het niet verbrand is, altijd goed. Oké. Okay. Dus als het onze lange is, of kort. Als het niet verbrand is, het altijd goed. Toch? Eens wat mooi. Dit kregen wij van volgers voor kerst. En ze hadden ons al blij gemaakt met een hele mooie fles wijn. En vandaag gaan wij bij hen op bezoek. Zij staan hier ook op de camping. En wij gaan aan de curry. Ja, daar houden wij van. We zijn heel benieuwd. Zo, we zijn onderweg. Wij zijn uitgenodigd om rechtsaf voorzit. Om curry te komen eten bij onze volgers Gijs en Ingi, als ik het goed zeg. Elise is haar Europese naam. En we sjouwen onze meubeltjes mee zoals het gaat op de campingen. En we gaan lekker eten, denk ik. We gaan zien. Ja. Kijk, de spulletjes staan al klaar. Ze heeft voorbereid. En Ruud gaat zo het koken filmen. Ja, lekker! Nou, het grote koken gaat beginnen. Olijfolie. Wokolie, maar... Oké. Okay. Kijk, en alles gaat op één brander. Dat is wel perfect. Wij zitten al te mopperen dat we twee branders hebben, maar... Ingi doet alles op één brander. Geweldig. Dan is de kippendij. Ah, oké. Okay. Vier kippendij. En waarom gebruik je kippendij? Ja, ik vind het lekkerder. Lekkerder? En, niet zo droog als kippenfilet. Ja, ja, ja. Het is altijd snel droog. Dat is ook de reden dat ik in een paar jaar kippendij gebruik en geen filet. Dus vind, ja, we zijn het met elkaar eens. Ja. Maar ik heb een beetje ook van die rolled curry. Oké, daar heb je mee gemarineerd? Ja. Oké. Daar heb ik. Ik doe altijd een beetje marineren. Oké, heel goed. En moet je ook eerst al te koken, half uurtje of zo. Ja. Dus we gaan eerst kippen. Ja. Dat is wat anders dan een paella-pan, zo'n wok. Hè? Ja. Maar deze is echt ideaal voor camping. Ja? Want het is heel snel. Oké. Ja, en soms zou je willen dat er geur-tv zou bestaan. Hè? Kun je ook mee ruiken in plaats van alleen meekijken. Ja, een knoflook. Oh ja, een knoflook gaat erin. En als jij kookt, doe je het altijd ook zo dat je een mise en place maakt? Dat je alles eerst snijdt? Ja. Ja? Maar alleen niet zo'n mooi bakje. Want normaal, op dit moment, ik ga nog een meer curry testen doen. Maar Brigitte niet. Ja. Niet zo. Brigitte krijgt altijd jeuk aan haar oren als ze te pittig eet. Dus dat is vandaar overslag, want ik heb een beetje... Oké. Anders kan je altijd later doen. Oké. Ja? Dan pompoen. Pompoen, ja. Alle groenten. Ja. Alleen paprika, laatste moment. Want paprika is iets sneller. Oké. Maar deze is dunne van, dus er moet voor zekerheid alles gaan. Ja. Maar je kunt geen dikke pan meenemen als je gaat camperen, want dat is allemaal gewicht. Ja. Precies. En wij zijn mobiel, dus ook geen slow cooker. Wij wel. Ja. En dan hebben we van Thai curry heel veel vissaus. Zout. Zout. Ja. Zoutige. Ja. Okay. Zoutige sojasaus. Uh-huh. En dan zo gaan wij 1 of 2 minuten even voor zekerheid gaan. Stoven. Ja. Dank je. Melk in. Ik doe altijd half.
okay. plekje. Ja. En dan kijken. Want soms is het heel dun. Maar deze is wel prima. Oké. Okay. Ik vind het knap, alleen op zo'n ding en dan een curry maken. Nou, ben benieuwd. Ik ga altijd een beetje proef. Ah, dit is het proefmoment. Ah, oké. Okay. Ik denk qua zoetheid kan. Ja, alleen ik zou wel een beetje pittig. Ja, maar je kunt het wel een beetje pittig maken hoor. Dat eet ze wel. Nee, maar ik wil niet. Dat is niet goed haastvrouw. Die maakt mij haast jeuk. Ik maak het zelf ook altijd pittig. En dan zegt ze van, oh, het is zo pittig. En dan eet ze het wel op. Dus... Ja. Maak me lekker pittig. De laatste stukje. Oh, dus uiteindelijk gaat er een heel blik kokosmelk in. De paprika erbij. Okay. En die gaat dan mee stoven, waarschijnlijk, of niet? Ja, maar ik persoonlijk vind ik niet te zacht, is lekker. Ja, ja. Dus niet te lang. Limoen apart. Ah, oké. Okay. Ja. En sommige mensen vinden het wel een beetje zuur lekker, maar ik persoonlijk niet zo. Oké. Okay. Want ik kom altijd warm. Dat is een beetje zout. Okay. Tada, ben ik bijna klaar. En als het deksel zo, dan ga ik nog die langzaam zetten. Ja, nagaren, sudderen. Nagaren, ja. Ik vind het ook grappig, want ik heb veel Nederlands woord geleerd van recept. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Ja, want je moet peterselie, je moet chili, je ja, moet boterham. Boterham? Dat is geen ham. Geen ham. Ook niks. Ja, misschien een beetje met de boter. Ja. Nou, de mensen die mee gaan eten, die hebben besloten ons te verlaten. Oeh, recht tegen de zon in. Dus ik ga ze nou overvallen, want ze weigeren naar het diner te komen. Dit is Gijs die bijna door een hond wordt aangevallen. Jullie moeten komen eten. Dus ze zit vreselijk haar best te doen. Ik zat even gedag te zeggen. Oké. Okay. Ja, dus ja, we zijn altijd van die kletsers, hè? Dan komen we niet bij elkaar vandaan. Ja, dat is zo. Ja. Maar dus, we gaan wel zo lekker aan de curry. Nou, doe dat. Dus gaan we doen. Eet smakelijk. Proost. Dankjewel. Fijne jaarwisseling. Ja. Hetzelfde. Fijne jaarwisseling. Dankjewel. Want ik denk niet dat wij elkaar dit jaar nog zien, omdat wij morgen de hele dag bezoek krijgen. Oké. Okay. En overmorgen gaan we weg. Ja. Toch overmorgen. Ja. Ja, we gaan naar Sens een paar dagen. Oké. Okay. Ja. En dan komen we terug. En de bedoeling was op La Azuria te staan, maar die staat propvol. Oh, echt? Kom geen camper meer bij op. Oh. Dus waar we terechtkomen, we gaan in ieder geval kijken, komen we er, dan gaan we een plekje zoeken, vinden. En anders gaan we hier zo op de weggetje van de camper. Het is voordeel van een camper, hè? Maar wij gaan het volgen. Ja. Nog heel veel plezier. Dankjewel. Jullie ook. In het nieuwe jaar drinken we samen een borrel. Zeker weten. Ja, doen we. Hè? Tot dan. Eet smakelijk. Ja, dank je. Hey, fijne jaarwisseling. Lead the way, Gijs, we gaan eten. Nico. Olie in de pan en? Olie en dit is water met bloemen. Water met bloem? Bloem. Oké. Okay. Bloem, sorry. Ja? Bloem. Van Sas gaan wij half bakken, half stom. Ah. Dus dit is een beetje koekiedeeg om de idee. Ah, oké. Okay. Ja. Als dingetjes vallen in de pan, dan is het oké. Dumplings met langoustine. Ja, oeh. Dat hebben wij toch goed leven. Dus je legt ze in de hete olie. En dan blus je dat af met water met bloem. Ja. En dan nu komt die deksel. Dan wordt ze stom. En dan krijg je dus gestoomde dumplings. En half zon, half bakken. Dat gaat best wel op hoog vuur, hè? Best wel veel hitte, ja. Maar
Maar als het niet verbrandt, is het altijd goed. Oké. Okay. Dus als onze lange is of kort. Als het niet verbrandt, is het altijd goed. Toch? Kun je nog eens optillen dat ik eronder kan kijken? Best mooi. Ja, dus dat is helemaal een bloemkoek, zeg maar. Ah, oké, okay, dus de krokante kant naar boven. Oh, sorry! Maar hij was niet verbrand. Kom maar, 15 seconden. De één week op. Sorry. Nee. Zeg maar zo. Ah. Let op. Ze geeft het op. Inmiddels zijn we een klein beetje verder. Het is een prachtige zonsondergang weer, zoals meestal hier in Las Torres. En de maaltijd vordert. Inmiddels zijn we op niveautje pompoensoep aangekomen. Met tijdtwist. Het wordt inderdaad een beetje donker om nog te filmen, maar hij ziet er heerlijk uit. Hij ruikt ook al heerlijk, dus het gaat helemaal goed komen, denk ik. Tada, kijk nou. Wat een heerlijk soepje. Wat ziet het er mooi uit, hè? Echt mooi. Wat heb jij toch voor lekkere soep gemaakt? Zie ik daar pepertjes in? Koriander? Koriander en een beetje cashewnoot. Een beetje cashewnoten. Cashewnoten in de pompoensoep. Lekker. Nou. Een tie twist, oké. Okay. And the magic happens. Kijk eens wat mooi. Het is een beetje donker, maar ik denk dat het wel te zien is. Is nog niet klaar, Gijs? Nog niet klaar. Dan doen we een beetje koriander. Een beetje peper. Een beetje cashewnut. Check. Ding ding. Kijk eens wat mooi. En hier ga ik van genieten. Met een stukje naanbrood erbij. Daar komt wat limoensap overheen. Ik heb er een lekker wit wijntje bij. En ik heb de knapste vrouw van de wereld erbij. You're right.